Welkom. Hallo jongens. Welkom bij Product Update nummer 42. 42. Mark is weer terug. Ja. Na de vele mailtjes en reacties waarin stond te helpen. Waar is Mark? Werkt Mark nog bij jullie? Ja. Mark was op vakantie. Op vakantie, lekker. Ja, dus dat hoort er ook bij. Hoort er ook bij. We hebben lekker terug, dus we kunnen er weer volle gas tegenaan. En we hebben weer een hoop nieuwe dingen. Dat dacht ik. Ik heb weer een hoop. Ik ben even weg geweest, maar ik heb een hoop dingen gemist weer. Dus ja, ik ben blij dat ik er weer ben. Kijk. Wie gaat beginnen? Nou, ik pak hier wel eventjes iets. Ik heb hier een envelopje. Ja. Met een magisch envelopje. Een magisch envelopje. Kijk, aan elkaar zitten erin. 2, 3 en 4. Kijk. Mm-hmm. Ja, gaat goed op. Tot zo ben ik zo. Ik laat de voorkant van de kaart even niet zien om je niet te beïnvloeden. Maar zou je die even door elkaar willen schudden? Natuurlijk. De achterkanten zijn ook helemaal zwart, kun je zien ook. Zie je, er is gewoon niks aan te zien. Stel voor dat dit 4 hoeken zijn, zeg maar, zo. Mm-hmm. Hè, van een denkbeeldige rechthoek. Ja. Waar zou je deze kaart willen neerleggen? Welke hoek? Daar. Die? Oké, ik kan gewoon nog draaien, maar stop zeggen wij zelf wel. Nou, maar zo. Zo is goed. Okay. Tweede kaart. Ja. Hier, hier of hier. Waar wil je? Doe maar hier. Zeker? Ja. Oké. Okay. Nou. Je mag nog wisselen, hè? Ja, hier doe maar. Hier? Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga nu draaien. Stop maar waar je wil. Stop. Stop, oké. Okay. Hier of hier, hebben we nog over. Twee plekken hebben we nog over. 1 millimeter. Die, ja. Hier? Oké, okay, ik draai hem ook nog. Wat jij, whatever you like. Ja, zo. Zo. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, nee, zo is goed. Ja? Deze hier dan? Ja, daar zit niks anders op. Ik zal wel draaien ook als je wil. Maar stop. Oké. Oké. Nou. Dit heb jij zelf bepaald. 100%. 100%. Ja. Oké. Okay. Als je het namelijk bij elkaar legt zo, mm-hmm. dan vormt dat geheel natuurlijk een figuur. Of een compleet door elkaar figuur. Ja. Het kan. Ik ga even spieken. Oh shit. Er lijkt nergens op. Zie, kijk. Het is wel een bekend iets, zie je? Ken je dat? Ja. Wat is de? Dit is de Mona Lisa. Mona Lisa, maar verkeerde volgorde. Ik weet niet of de bedoeling was dat die zo uitkwam. Dat lijkt me eigenlijk niet. Met een envelop ligt hier. Met een reden. Die hebben we ik hem opgeruimd natuurlijk. Er zit een kaartje in. Zie. De kaartje even uithalen. Ja. En het kaartje matcht namelijk exact met jouw voorspelling. Zie? Het is leeg. Normaal envelopje trouwens. Enkele kaart, 4 kaarten. Ik moet deze heel even verwerken. Dit is Opus van Nefesh. Opus, ik zal het laten zien, anders is het niet dat je zegt, wauw, dat is nou een bijzonder doosje. Maar het is een net doosje. Ontvang je compleet met de video-instructies. Opus is niet moeilijk. Maar Opus vergt logica. En die logica, die moet je doorhebben. Nou. Dus als je die logica doorhebt, zeg maar, en je snapt het systeem van Opus, dan wordt het veel makkelijker om te doen. En je kunt dus, precies zoals het net deden, ja. De toeschouwer zegt waar die komt, ja. Hoe die wordt gedraaid. Ja, 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 ja. Ja. En ik heb het in de winkel ook al regelmatig gedaan. Ja, en je hebt, zoals we dat voor goochelaars dan even noemen, super ideale gunstige situaties. En je hebt er die minder zijn, maar het komt altijd goed uit, laat ik het zo zeggen. Ja, het vergt wel meer management. Ja, maar door goed te managen kun je eigenlijk al een bijna ideale situatie al uitlokken. En het klinkt heel vaak, maar dat helpt allemaal mee. Een zeer uitgebreide video van Nefesh waarop je alles duidelijk uitlegt. Als je dit gaat kopen en je hebt de uitleg gezien, kijk dan even terug naar dit moment op de video. En kijk even naar mijn envelopje. Dan heb je een idee waarom ik dat envelopje misschien gebruik. Dat is een idee van mezelf. Ja. Maar ik dacht, goh, goed. We kunnen alles heel moeilijk maken. En natuurlijk kun je het ook anders doen. Dit was een snelle versie. Maar dat maakt het veel gemakkelijker nog. Nefesh Opus kost €32,95. Compleet met online video instructies. Alright. Ik heb iets nieuws ook weer. Stokkaarten.
Mm-hmm. In die stokkaarten, daar zit een joker in. En op de achterkant van die joker, daar heb ik een voorspelling staan. Ik zal een beetje beeld denken, blijft u. Ja, oké. Okay, ja. Daar komen we dadelijk op. Ik zal eerst een beetje schudden. Je mag er nog een stapeltje vanaf halen. En dan mag je ook jouw kaart schudden. Dat is niet wel eerlijk. En leg je kaart er weer bovenop. Hoppakee. Oké. Oude kaart. Nou wacht, weet je, ik zal eerst even uitleggen wat we gaan doen. Je mag in eerste instantie een getal noemen tussen de 0 en de 13. 12. 12. Nou. Doe bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Dan kom je bij de harde 7 uit. Het gaat in principe om de 7. Ja. Want nu moet je weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7. Oh, wacht, pas op. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je telling ging sneller aan de kaart. 6, 7. 7. Zeg ze toen meteen, hey, vals. Ja. Klopt, dat klopt. En dan heb je dit bijvoorbeeld 11 en dan moet je weer 11 kaarten afdelen. Hoezo? Oh, wacht, 11. De boer is 11. Ja. Dan de ja. vrouw is 12. Oké, okay, en de koning is 13. Okay. Precies, okay. En zo tot het stok dadelijk helemaal op is. Oh. Dus ja, noem maar een getal, daar mag je eerst mee beginnen. 10. Dan mag ik tellen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Omdraaien? Ja. 10. Mm-hmm. Die hoker. Nou, dan mag je zelf een getal kiezen weer. 1. Een nieuwe. Doe maar. 5. 5. Nou, dan mag je er 5 aftellen. Ja. Of je mag zeggen... Nou, ik kies toch voor een ander getal, voor een 3 ja, of voor een 10. Ja, ik ga voor de 7. De 7. Mag dat? Maar. Mag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onderuit ook. 7. Mm-hmm. Weer 7. Toeval, ja, net ook. Ja, die hebben we net ook al gehad. Nou, ik laat je gewoon nog een keuze maken. Of 7, of je mag weer zelf iets kiezen. 7. Maar dit is de laatste keer dat je mag kiezen dan. 7. 7. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Nou moet je 2 doen. 1, 2. Ja, verder. Nu gewoon 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mm-hmm, de koning. 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2. 13. Ja. Moet je het weer hetzelfde doen? 1, 2. Kijk, kun je nou nog 7 keer... Nee. Nee. Dus nu kunnen we niet meer, nu zitten we vast, zeg maar. Nu zitten we vast. Nu zitten we vast. Er zijn niet meer kaarten over om te delen dan dat de laatste kaart. Oké, nee, klopt. Klopt. Dus we zijn uiteindelijk bij de schoppen 7 uitgekomen. Ja. En nogmaals, je hebt een paar keer zelf andere keuzes kunnen maken. Je had een paar keer anders kunnen kiezen. Ja. Het zijn allemaal andere kaarten, ook aan de andere kant, wat ik gezien, allemaal andere kaarten. Ja. En je bent uiteindelijk uitgekomen. Op de 7. Ja. De schoppen 7. Mm-hmm. En op de achterkant van deze joker staat. Nee. De schoppen 7. Oké. Okay. De butterfly effect. Van Pieter Nardi. Van Pieter Nardi. Nou, mooi hoor. Ja. Heel erg gemakkelijk en super. Weer heel gemakkelijk. Ja, ik vind het verbluffend. En ik vind het, goed, ik heb het zelf gedaan. Dus dat betekent dat jij. Behalve misschien van tevoren iets gedaan zou kunnen hebben. Maar tijdens het effect doet de toeschouwer alles zelf. Dus er zitten geen geheime handelingen. Nee. 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 Nou, tof. Nou zeggen ze het ook op het dvd'tje. Maar dat is natuurlijk je eigen keus. Je hebt hier nou je krijgt er een dubbele kaart bij. Die aan de ene kant joker is en aan de andere kant bedrukt. Nou, hebben we het er ook over gehad. Misschien is het mooier om gewoon een visitekaartje aan de andere kant... Om dan te zeggen wat het is. Want nou expose je eigenlijk een dubbel feest. Dat wil ik daar niet per se wil. Nee, je moet mensen het idee geven dat deze kaarten bestaan. Ja. Dus daar zou ik inderdaad niet voor kiezen. Ja. Nou. Butterfly effect kost €32,50. Hè. Compleet met een DVD. Inderdaad. En alle kaarten en alles. Ja. Yes. Nou ja, butterfly effect. Oké. Maar draag je toevallig natuurlijk geen ring, hè? Was je niet klaar? Sorry. Nee, ja. Ik heb hier de stokkaart, daar kun je ook
Hier. Helemaal later. Hoe even. Wat gebeurt hier? Nou, dat was de kaarten van net. Die zijn ineens helemaal verdwenen. Dat was even vlug een effect tussendoor. Oh, die zag ik ook even niet aankomen. Nee, ja, precies. Maar dat was vast en zeker Mirage. Mirage. Voor degenen die naar de lezing van David Stone zijn geweest, die hebben hem al gezien. Of gekocht zelfs. Ik deed hem nou net even hier na Butterfly Effect. Dus dat die kaarten allemaal verdwijnen heeft niks te maken met Butterfly Effect die je net zag. Maar dat is totaal Mirage. Dus je kunt een spel laten verdwijnen. Je kan ook eerst de kaart laten kiezen. Hè? En dat dan het hele spel verdwijnt behalve de gekozen kaart. Hè? Dat offeren ze. Je kunt een kaart laten kiezen. Dan blijkt een koning te zijn. Dan verdwijnt het hele spel behalve de koningen. Je hebt allerlei... Ja, bijvoorbeeld, ja. Er zitten twee gimmicks bij. Plus een hoop routines. Ja. Die, ja. Rooien en blauwe. Plus je hebt nog reserve gimmicks. Dat heeft meer te maken met slijtage op de hele lange termijn. Dus je hebt eigenlijk genoeg materiaal. En ja. Online video-instructies inderdaad. Ja. Mirage. Yep. By David Stone en J.B. Dumas. Yes. Hij draagt waarschijnlijk geen ring. Daarom heb ik deze even gepakt. Mijn eigen ring. Die zit volgens mij in bijna elke update tegenwoordig. Ja. Precies. Oké. Okay. Stel voor dat dit jouw ring zou zijn. Stel voor. Welke hand zou je die ring dragen? En mijn linkerhand. En jouw linkerhand. Oké, okay, dus die komt daar vanaf zo. Ja. Dan vraag ik je even om jouw rechterhand te sluiten. Want die ring gaat namelijk zo meteen verdwijnen uit mijn hand. En die gaat terechtkomen in jouw rechterhand. In mijn hand? In jouw rechterhand. Nou, dat wordt de beste ik zeg er even bij. 16. Ik zeg er even bij. Mocht het mislukken, hebben we een probleem, we zitten midden in een update. Dan geef ik jou mijn autosleutels, zodat ik niet weg kan voordat jij je ring terug hebt. Snap je? Zou ik weg kunnen rennen en dan... Ja. Oké. Okay. Niet dat dat normaal gebeurt, maar goed. Stel voor dat je die ring in je hand pakt op deze manier, dan kun je het volgende doen. Je kunt namelijk blazen. En dan verdwijnt die ring spoorloos, zie? Spoorloos. En je gelooft het niet, maar in je hand zit de ring. Want je hebt net op de achterkant van je hand een tinteling gevoeld. Die werd heel warm, klopt dat allemaal, hè? Ja, dat is wel waar, ja. Oké, okay, dat bedoel ik dus. En als je nou in je hand kijkt... Nee joh, dat zou mooi zijn als dat kon, hè? Want hij zit terug in je andere hand. Als dat zou kunnen, dan zou ik echt heel cool vinden. Dat is helemaal cool. Ja, ik heb namelijk geen idee wat de ring nu is, eigenlijk. Nou, dan worden sleutels dan, hè? Wat zeg je? Dan worden sleutels. Oh, je bent op mijn auto uit. Oké. Okay. Ja. Handen zijn verder leeg. In mijn achterbroekzak, eerlijk, pak ik eventjes een sleutelbos. Ik leg die op tafel hier met één hand. Kijk even hierboven, kijk. Eén vingertje komt hier. Ja. Ik zie hier namelijk één ring. En dat is exact de ring. Aan het haakje zelfs. En het haakje zelfs. Kijk, hoe gaat hij los zo. Kijk. Nou, we hebben vele ring flights op voorraad. Dit is de Departure ring flight. De nieuwe versie, de verbeterde versie. En het hele geheim, zonder verder wat te verklappen, zit hem hierin. Dit is je... Dit lijkt gewoon op die kast. Het is een alarmknopje van je dinges. Dit is de Departure Ring. Dit is een mooie verpakking van Magic Smith. Alle dingen van Magic Smith die we hebben zijn tot nu toe hele goede dingen. We hebben Double Cross, we hebben de Flash Tray, we hebben de Super Sharpie. We hebben er meer van Ignition. Allemaal goede trucs. Ja, die andere met de vuur, dat kan ik niet bedenken hoe die heet. Dat is ontbrand. Allemaal goede, kwalitatief goede dingen. En deze ook simpel. Maar effectief, plus de prijs, heel vriendelijk, een beetje een goede ringflight, zit je gauw €60. Deze is €32,5. Nou. Niks van te zeggen, toch? Nee. Ja, vind ik niet, toch? Nee, het is echt goed gemaakt. De haak waaraan de ring verschijnt, is zeer makkelijk om eraf te halen op het einde. Omgekeerd is ook zeer makkelijk om de ring eraf vast te maken. voordat hij verschijnt, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja, dus super goed gemaakt. Ja. Departure ringflight, €32,5. Voilà. Voilà. Nou ja, zoals jullie weten ben ik dus op vakantie geweest. Mm-hmm. Ik ben naar Rodos geweest. Oh. En je zal dan zeggen, ja, wat doe je dan met een aanzichtkaartje van uit Amerika? Of tenminste, het vrijheidsbeeld staat in Amerika, toch?
Toen ik de laatste keer voorbij vloog wel. Okay, dus ik ga dat in ieder geval plaatsstellen. Okay, nou misschien heb je jaren geleden David Copperfield gezien die het vrijheidsbeeld liet verdwijnen. 20 jaar geleden, 30 jaar geleden denk ik. Ja, ja klopt. Ja, ja. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. En ja, ik heb het eigenlijk hier in het klein. Ik zal het je laten zien. Let op. 1, 2, 3. Wat? Ja, ik hoop dat het vanaf weer boven ook te zien is. En het leuke is dan, let op. Hey, come on. Daar staat vrijheidsbeeld erachter. In real life. Mag ik kijken? Ja, natuurlijk. Ja. Kom een verhaaltje. Een paar maanden geleden kregen we van Masuda, dat we daar heel veel rechtstreeks mee doen. Een demo-exemplaar. Wil je deze kopen? En ik kreeg het zonder de extra statues erbij. En toen dacht ik, het is briljant gemaakt, maar best prijzig. De afname was dusdanig groot dat ik dacht, nou, daar wachten we even mee. Ik weet niet of we dat makkelijk kwijtraken. Ja, dus toen kregen we het via een andere weg aangeboden. Exact dezelfde prijs. En dan konden we voorzichtiger bestellen. Laat ik zo zeggen, dat scheelde nog al aanzienlijk qua aantallen. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, maar laten we toch wel flink wat bestellen. Hè? En nou ja, die waren binnen een week allemaal weg gewoon hier. En toen dacht ik, nou, oké, okay, super ding. Maar het is ook super visueel. Het gaat weg. Maar dit is optioneel. Ik weet niet of ik het echt zou gebruiken. Heel de truc aan zich bedoel nee, je? Nee, dit. Dit extraatje om te laten verschijnen. Ik zou het niet doen. Ik vind het verbluffend dat iedereen denkt, maar waar is hij dan? Nee, ik zou hier zeker stoppen. Laten verschijnen. Echt? Ja, oké. Dit is onze meningsverschil al. Ik zou hem wel laten verschijnen als ik 4D Surprise zou hebben van Tenyo. Die hebben wij niet meer gedaan. Ja, één. Volgens mij demo heeft een plaatsstelling in de kast. Ja, kun je altijd via mail omvragen, maar we hebben hem niet meer op de site staan. Daar is een leeg kastje waar het vrijheidsbeeld in verschijnt. Dus kun je eerst leeg laten zien, zet een kastje neer. Dan laat je hem daar verdwijnen en dan verschijnt hij in het kastje. Maar goed, dit krijg je erbij. Dus in principe krijg je hem compleet om hem helemaal te doen. Ja. En het heet Liberty Vanish van Masuda. Dus te bedenken van onder andere het wow-effect. Dat je bij een kaart verandert. Ja. Volgens mij een van de meest verkochte kaartgimmicks de laatste 10 jaar. Gok ik. Dat is ook gaaf. Zij het origineel, zij dan niet het origineel. Er zijn er nog vele duizenden meer van verkocht. Ja, en het is ook goed gemaakt. Kun je uit het handen geven? Nou ja, het kan. Maar ik zou het niet doen, want als mensen echt kritisch gaan kijken, dan zien ze iets. Ze zeggen niet, zo werkt het, maar ze zien iets. Ja. Dus in principe, maar je kunt het, als je het zo dichtbij laat zien, dan zie je er niks aan. En daar gaat het in principe om. En ik ben ook niet voor om alles super te laten onderzoeken. Ik bedoel, van een foto is er net iets verdwenen. Wat moet je laten onderzoeken? Ja. Toch? Ja, dat is ik zo. Je bent geen puzzelman of zo. Je bent een goochelaar. En die goochelaar die laten dingen verdwijnen, die zijn gewoon weg. Exact. Die zijn er niet meer, dus je hoeft je ook niet te zoeken. Toch? Nou ja, dat is waar. Gaaf, Liberty Vanish, 52,50. Helemaal compleet. Alright, wat is... Dat pak ik deze al, oké. Wauw, mooi beker. Ja, wauw. Een hele grote beker. Stel voor dat je een balletje hebt. Ik zat een balletje in je hand. Mm-hmm. Hoef je maar dit te doen. Om terug te laten komen onder de beker. Very simple, very simple. Dus voor het idee, je gooit het balletje gewoon erin, zie? Ja. Voor alle eerlijkheid, zo. Zet de beker neer, pak het balletje in je hand. Stop ik bijvoorbeeld in mijn zak, zo. Mag jij raden, zit het balletje nog in mijn zak? Of zit hij alweer terug onder de beker? Wat denk je? Nou, jouw kennende, zou die wel onder de beker zitten. Jij denkt dat hij onder de beker zit? Hij zit inderdaad onder de beker. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Doe nog een keer, het balletje gaat. Eerlijk, in mijn zak. Ja, ja, ja. Ze zit echt in mijn zak. Ja, oké. Niet dat hij in mijn hand zit, dan zouden mensen denken, waar zit de bal? In je zak. In mijn zak. Daar zei ik. In mijn zak. Nee, hij zit onder de beker. Dus je moet wel blijven opletten. Je moet blijven opletten. Nee, wat grappige is, dit is nogal een grote beker. Eigenlijk een beetje belachelijk voor die kleine balletjes. Dat is zeker waar. Is zeker waar. Dus deze beker is ideaal geschikt voor het laten verschijnen van grotere voorwerpen. Zoals bijvoorbeeld het groene, zie je. Maar deze beker is, je kan nog verder gaan, maar deze is ook uitermate geschikt voor zelfs een sinaasappel of een appel of wat dan ook. We hebben vaker chopcups laten zien. We kregen regelmatig de vraag, ik wil een sinaasappel, ik wil een mango. Ik kan er me helemaal vuist in. Ja, dat is weer een andere truc. Nee, maar inderdaad, dus dit is een hele grote, de wide mouth chopcup van Ecco Pico Products.
Het is gewoon, het ging niet om de shortcut routine dat ik dit laat zien, maar even om het idee van een final load die je daarin mm-hmm. kwijt kan. Kijk, routines kun je ook nog helemaal gaan doen. Mooi. Ja, het is wel mooi. Aluminium. Ja, het ziet er goed uit, vind ik. Het is niet dat je denkt, aha! Nee, ja. Dus krijg je compleet de beker, zakje, twee balletjes, zakjes, instructies, zonder final load. Maar ja, load de supermarkt in, koop een sinaasappel, koop een appel. Ja, of een inderdaad. Of koop een imitatie fruit, kan ook zelfs. Maar ik zou eigenlijk mijn optreden ook echt fruit gebruiken. Waarom? Imitatie fruit gebruik ik hier in de winkel. En als we dat namelijk vergeten, als we echt fruit hebben, dan gaat het stinken. Ja, dat wil je niet Maar hebben. Het nadeel van echt fruit is dit. Of van imitatie fruit is dit. Ja. Maar goed, dat is ook wel in te dekken. Maar bij gewoon fruit heb je daar gewoon geen last van, klaar. Mm-hmm. En als je dan denkt, waar heeft hij het over? Dan weet je niet precies hoe het werkt. Ja. En dat is de bedoeling. Oké. White Mouth Chop Cup van Ickle Pickle Products kost 49 euro. Hm. Voor een mooie chop cup, goede chop cup, is er niks van zeggen. Zeker. Fatsoenlijke balletjes bij. Is ook wel te doen voor de Benson Bowl. Ja, ik denk dat het ook wel zou kunnen. Inderdaad, wat jij zegt. Hey, we vliegen er doorheen vandaag, jongens. Ja, we vliegen er doorheen. Ja, dat is wel heel goed, hè. We doen ons best, jongens, om dat even, de afgelopen maanden in te halen. Een DVD geheel gewijd aan sleeving. Ja. Volgens mij is er niks magisch erbij dan dit. Nou, ik ben echt een mega fan van sleeven. Ik vind het fantastisch. En zeker als je het niet alleen vandaag doen, niet. Nou. Nee. Ja, normaal gesproken heb ik meestal mijn jasje aan en dan gebruik ik het toch wel met enige regelmaat. Ik gebruik het zelf altijd om meer om iets te verschijnen dan iets om later te verdwijnen. Ja, kan ook. Ja, er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden als je gaat sleeven. En je kan er net een extra beat in maken. Stel voor, je houdt iets in je hand. Mensen verdenken je hand. En als je dan op dat moment even sleeft. Dan kun je die mensen die denken, hey, volgens mij weet ik hoe het werkt, ook nog een keer leeg je hand laten zien. En dan liggen hun er vanaf. En dan is het, er is er bijna niks wat sterker is als dat goed uitgevoerd. Ja, en dit zijn, we hadden laatst Bond Lee hier. Nou, dit komt van zijn bedrijf af, Bond Lee Magiclism. Die hebben dit geproduceerd. Nou, dit zijn Koreanen die dit doen. Nou, ik hoef niet uit te leggen hoe de combinatie van manipulatie en zo met de Koreanen is. Check de videodemo. Ja. Niet normaal. Ja, het is gaaf. Ook het zittend. Echt gewoon, doet ook zittend, hè? Alles. Nou, je denkt gewoon, ik zeg, dat is fake. Het is fake. Het is cameratrucage. Maar is niet zo. Het is gewoon echt. Het is gewoon echt. Oké, moet je oefenen? Ja. Dat is gewoon zo. Het is niet dat je een gimmick koopt, zeg maar, waarbij je weet ik veel hebt en ze wil ze die ene kant gewoon is aan de andere kant zwart en dat je hem draait dat hij weg is. Nee, we praten hier over echt weg, zeg maar. Ja. Dit is echt oefenen. Maar het zijn wel twee dvd's. Dus je hebt echt een hele set, zeg maar. Ja. Bomvol. Bomvol met alle. Oké, okay, ja, eentje is één disc is dus voor close-up sleeve en één disc is voor stage sleeve. Ja. Dus is ook nog eens allebei. Dus één heb je meer inderdaad. Maar die plaatsen met ballen ook, als je die ook laat verdwijnen. De andere. Ja, noem het te veel om op te noemen. Ja, dus per persoon zie je de pen to ball, jumping pen. Nou, de routines, professional routines. Nou, op Italië 2015 met Visum heeft hij met zijn act. 230 minuten. Nou. Dat is 4 uur bijna. Ja. Nou, als je bereid bent om te oefenen en mensen echt dingen te laten zien waarvan ze denken, nou. Hier, nou hou ik op met denken. Nou ben ik het kwijt. Besteed hier aandacht aan. Ja, helemaal mee eens. Couldn't agree more. Hebben we al de prijs genoemd? Nee. 99 eurotjes. Ja. Maar dan heb je wel vette informatie. Ja. En je hoeft geen trucs aan te schaffen. Het is, je moet zo zien, het is een investering en een utility, zal ik maar zeggen. Dit, als je eenmaal de technieken van het sleeven door hebt, dan of je nou een pen gebruikt, een balletje, een stokje, een zuurstok op de kermis,
dat maakt dus niet uit. Kijk, als je de techniek door hebt, ja, dan hoef je zelf alleen maar, kun je alles in alles laten veranderen. Ja. En heb je daar je hele leven plezier van. Echt. Top, top, top. Nou, dan zijn we bij het laatste aangekomen. Now you see me! Heb je hem al gezien in de bioscoop? Ik ga waarschijnlijk morgen. Ja, nou, mijn kinderen zeggen, oh, wil ook daar naartoe. Volgens mij gaan ze ook in het van het weekend, als ik me niet vergis. Ik zelf heb hem nog niet gezien trouwens. Wel op Facebook alle dingen voorbij zien komen van bekende mensen, bekende goochelaars en collega's die daar zijn geweest bij de première. Ja. Nou, dit is de befaamde Now You See Me 2 Magic Kit. Yes. Nou, wat is op zich al cool, de hoes, maar helaas moet je die eraf halen om bij de rest te komen. Dus die leg ik even opzij. Maar kijk, een aluminium koffer. Een goocheldoos in een aluminium koffer. Dat ziet er gewoon, dit ziet er gewoon vet verdacht uit, of er een groot pistool zo meteen uitkomt. James Bond, weet je. Ja, ja, en het, even kijken. Oh, wacht, dit is mijn pistool. Wacht even. Nee, wacht. Nee. Die was grappig. Die was echt grappig. Oké. Okay. Ja, mooi. Ja, we gaan niet de inhoud laten zien. Dat zouden we kunnen doen met de camera hierboven, maar dat doen we even niet. Sterker nog, even heel vlug, we bedekken even wat dingen af, zo, met een boekje. Mag je nu even kijken boven zo? Zo, Martin, nu even kijken. Want alles zit daar verstopt onder de boekjes. En we gaan nu weer terug naar deze camera. Want je hebt een boekje met daarin 150 trucs. Knotsgek. Ik zeg erbij even 150 trucs. Dat hoeft niet per definitie trucs te zijn met de spullen hierin. 150 trucs staan erin. Dus met alles. En dan hebben we het over ballonnen dingen. We hebben het over dingen met dobbelstenen ook. Oil and water, elastiekjes. Ja, noem maar eens gek, hier zie ik touw door lichaam trekken. Zout voor de vaartjes laten verdwijnen, elastiekjes die overspringen, stromend water laten stoppen, uit kettingen ontsnappen. Ja, kaart in de sinaasappel. Hier zit een handboeienontsnapping in de set, dat ik wel. Zwevende water, dus je kunt een fles drank op zijn kop houden en het water blijft erin zitten. Twee mooie kaartspellen, ik kan het wel even laten zien, zijn mooie kaartspellen ook, zie. En er zitten voor sommige trucs ook nog een paar video-instructies bij. Ja, ja, ja. Ik zie zweefgimmick zitten. Oh ja, ja. Gave Jumbo Tree Card Montes. Zie ik hier ook zitten nog. Jumbo Tree Card Montes. Linking dingen of zo. Ja, er zijn linking pins. Dus we klappen niet meer, maken we netjes dicht. Maar dit is de Now You See Me 2 Magic Kit. Yes. Quanta Costa, €45. Echt? We doen het even terug omheen. Dus ik zou zeggen, trek je foam eruit die erin zit. Stop al je goocheltrucs erin. Dan ga je daarmee naar je volgende optreden. Zie je misschien zo'n klein matje opplakken of zo, weet je? Uh-huh. Zou best kunnen. Zo'n matje van een tientje. Ja. Zo'n matje van een tientje of zo'n eentje van 15. Misschien als je die. Oh nee, is net te klein. Als je hem zeg maar zo zwart. Ja. Nou, het zou kunnen. Dat kan, hè? Je kan matten op maat maken. Uiteraard. Als je netjes doet, kun je snijden. Heb je een close-up koffertje zelf. Zeker. Maar dat was een gratis tip. Waar niet over nagedacht was, maar goed. Dus dit is de Now You See Me Too Magic van Fantasma Magic. Yes. Nice. En daarmee zijn we tot het einde gekomen, update nummer 42. Ja, volgens mij bijna een recordtijd nu, want ja, dat moet wel. Ja, 30 minuutjes. Ja, max, denk ik. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dingen. Nou, met Leon ging ik ook al snel. Nou. Maar dit zijn ook al snel. Ja. Ja. Laat even weten wat jullie daarvan vinden. Ja. Vinden jullie het leuker dat ik gewoon even kort en krachtig, bam bam, alle noodzakelijke informatie? Mm-hmm. Of zeg je, nee, ik les me 5 minuten door over een truc met alle dingen die wij echt extra van vinden. Ja. Kun je gewoon posten onder deze video, als je tenminste op ons YouTube kanaal zit nu, kun je dat posten. Anders klik je even op de video, ga je naar het kanaal en laat je daar je reactie even achter. Ja, ik zou zeggen, op Facebook mag je het ook best achterlaten. Facebook, ja, mag ook. Of we versturen een mailtje of mij betreft bel je gewoon, ja. Zolang we het maar van je horen, dan kunnen we daarop inspelen. Ja, overigens krijgen wij regelmatig het verzoek voor een handtekening, zeg ik er even bij. Dat kan. Wil jij ook een handtekening? Dat kan, dat is geen probleem, voor je niet bezwaard. Vraag het gewoon, dit kan bij je bestelling als opmerking. Ja. Dan sturen wij een mooie kaart mee met daar de handtekeningen erop. Maar het leukste is natuurlijk om hier persoonlijk te komen halen. Ja, maar ga je ook meteen met ons op de foto. Ja, ja. Dat kan ook dan. Precies. Ja, helemaal. Ja. Dus voor je niet bezwaard, er zijn genoeg mensen die dat doen. Als jij een handtekening hebt, gewoon vragen. Sturen we je mee of sturen we je zo even toe. No problem. No problem. Dan hangen wij ook in jouw kamer. Ja. Tot de volgende keer. Volgende keer. Goedjes. Hoi. Hoi.